Conservator Chris Vogelaar van Museum de Lakenhallen en Onno Blom, de biograaf van de jonge Rembrandt, lopen vlak voordat de pers mag kijken even door de tentoonstelling. Voor hen is dit een bijzonder moment. Het is een best een grote tentoonstelling, samen met iets van 140 werken, schilderijen, etsen en tekeningen. Een grote overzicht tentoonstelling van die eerste 10 jaar, dat is nooit eerder gebeurd. Niet in Leiden, maar daarbuiten eigenlijk ook niet. Dus dat, wat dat betreft een mooi onderwerp. Onno Blom werkte 2 jaar lang aan een biografie over de jonge jaren van Rembrandt. Nu ziet hij veel schilderijen die hij beschreef voor het eerst in het echt. Al die schilderijen die hier nu om ons heen hangen, die heb ik als plaatjes gezien. En daar ben ik alsmaar mee bezig geweest met de interpretatie, de achtergronden, hoe zit het nou in elkaar. En sommige van die plaatjes, die kende ik natuurlijk als schilderij, maar sommige dingen ook niet. En die zie je dan nu voor het eerst en elke keer, ja, de schok, de herkenning, je hart maakt een sprongetje van vreugde als je dan zo'n schilderij in het echt ziet. Want fantastisch kan die Rembrandt schilderen. Dit is een van de eerste zelfportretten van Rembrandt. Voor Blom is dit vroege zelfportret bijzonder omdat Rembrandt ervoor koos om het licht op zijn oor en haar te laten vallen en niet in zijn ogen. Dit is een mysterieus schilderij en dat verbeeldt zo mooi die jonge Rembrandt. We weten heel weinig van hem en zelfs als je hem goed bestudeert blijft het een mysterie waarom hij zo fantastisch is. Komt Rembrandt thuis nu, kun je dat zo zeggen? Ja, eigenlijk alle werken, vrijwel alle werken, die zijn hier in Leiden gemaakt. Natuurlijk een prachtig idee. De Lakenhal ligt nog aan de rand van het oude centrum. Rembrandt woonde in de Weddensteeg, daar heeft hij mogelijk ook gewerkt. Het is hier een paar honderd meter vandaan gemaakt en dat is natuurlijk heel bijzonder.